ik ben Shelly en jij hebt mijn video geklikt. In de video van vandaag heb ik een back to school haul, oftewel een back to school shoplog. Ik ga alles laten zien wat ik heb gekocht voor het nieuwe schooljaar. Laten we beginnen na de intro. Oké, ik hoop dat jullie me zo goed horen, ik weet het niet. Oké, laten we beginnen met mijn tas. Dit is mijn tas. Ik heb een tas van Converse. Ik heb hem gehaald bij Duifhuizen. Omdat ik was gewoon een kortingsbod gekregen van 10 euro. En ja, ik ga niet zomaar 10 euro weggooien. Dus ik ga even kijken bij Duifhuizen of ze daar leuke tassen hadden. En ja, ik heb een goede tas gevonden. Heel veel schriften gekocht. Tenminste, ik vind het echt heel veel. Okay. Als eerste A5 schriften. Heb ik 2 pakken. Van deze, gewoon lijntjes. 2 pakken van. In 1 pak zitten 6. Ik bedoel, in 1 pak zitten 3. En ik heb 2 pakken met You Got This. Hier ook. In 1 pak van deze zitten 1, 2, 3, 5 stuks. Schriften. Ja. Oké, dan heb ik nog A4 schriften. Ik heb 1 pak van 10 mm. Er zitten 3 in. 10 mm schriften, gewoon normale. En 2 A4 schriften, maar dan met lijntjes. Echt super leuk. In deze zitten 2. Daar heb ik 2 pakken van. Dus ja. A4 schriften. Ik heb bijna al mijn spullen bij de HEMA gehaald. Dus ja, al die schriften die je net hebt gezien, heb ik allemaal bij de HEMA gehaald. Heb ik ook nog een agenda. Ook van de HEMA. Ik vind hem heel handig. Omdat, kijk, hij is heel dik. Maar dat is iets minder handig. Maar wat ik wel handig vind. Elke dag heeft een hele bladzijde. Maar het weekend. Oeps. Het weekend. Als ik wil, kan ik deze eruit halen. En een eigen foto erin doen. Dus ja. Hij was volgens mij 7 euro uit mijn hoofd. Oh, heb ik 6 rollen kraftpapier. Ja, 6 rollen. Oké, ik heb deze. Die van turquoise-achtig naar donkerblauw gaat. En deze. Dan heb ik handdoeken. Dat stond op het lijstje. En ik weet niet waarvoor ik deze handdoeken nodig heb bij Gym. Als je... En ik gebruik handdoeken. Dat hebben we weten waarvoor. Deze is van de Vibra. Deze is 1,60. Nog eentje is van de Vibra. Dat is 2 euro, iets groter. En nog eentje van de Action. Ik weet niet hoe deze is. Dus ja. Dan ben ik weer bij de HEMA. Dan heb ik deze etui. Hij is echt super leuk, vind ik. Eigenlijk wel gewoon doorzichtig, maar die hadden ze toen niet. Dus ja, heb ik deze. Blauwe. Was wel goed. Was wel goed bij mijn thema, want alles is blauw. En er past een geel blik in. Dat ga ik nu zo meteen laten zien. Okay. Dan heb ik snelhechters. Weer het thema van de schriften en van kachtpapier. Het zijn 6 snelhechters met geel, roze en blauw. Zo. Handig. Dan heb ik woordenboeken. Deze woordenboek is van de Action, want bij HEMA hadden ze geen Nederlands woordenboeken meer. Van Prisma. En dan heb ik Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. Ook van Prisma, maar dan een beetje anders. Dan heb ik een rekenmachine. FX82MS Casio van de HEMA. Het enige wat ik begrijp van deze rekenmachine is dit. En dit allemaal begrijp ik net. Dus ja. Ik denk dat het gewoon gaat. Dan heb ik van de Action nog correctie. Tenminste, Typex ruler. Ja. Ze hadden niet normaal een Typex ruler. Of eigenlijk wel een Typex pen. Die vind ik heel handig. Maar die hadden ze niet. Bij de Vibra hadden ze niet. En bij de Action ook niet. Dan heb ik 2 etiketstickers. In 1 pak zitten 24, dus ik heb er 48. Ja, veel te veel, maar. Ik wou er 1 meenemen van mijn vader, heb ik 2 meenemen. Ja. Dan neem ik er 2 mee. Voor de geel driehoek. Kijk.
Ja. Oké. Okay. Er past een geel driehoek in. Geel driehoek heb ik ook bij Ema gehad. Is wel een beetje vies. Kapotachtig. Er past gewoon in. En ik heb nog veel meer ruimte erin. Hier. Past er gewoon in. Dus daarom heb ik ook deze gekozen. Dan bij de Ema heb ik één rechter boekenkast. Ik hoor van mensen dat het heel handig is. Ook bij de Ema gehaald. Markers. Gewoon simpele markers. Want in het begin van het jaar gebruik ik ze heel veel. Einde van het jaar zijn ze leeg en gebruik ik ze niet meer. Ja. En dan nog een paar dingetjes. Twee dingen. Een passer. Ook van de Ema. En lijm. Ik weet niet. Gewoon lijm. Stond niet op het lijstje, maar ik dacht. Misschien heb ik lijm nodig. Stiekem. Voor slijm. Dus ja, lijm. Maar ja. Oké, dan heb ik een paar dingen van Action. Dat is deze map. En deze dingen. En lijntjes weer. Kan ik samenvatting mee maken? En doe ik ze gewoon in deze map. Dan het laatste ding. Einde van deze video helaas. Gymschoenen. Ik vind ze super leuk. Ze waren 16 euro. Best wel prijzig voor alleen maar zulke schoenen. En jullie vragen jullie zeker af. Shelly, heb je geen potlood en pennen nodig? Nou, nee, ik heb geen pennen nodig. Deze hele bak zit vol met pennen. Nog potloden en in deze etui zitten ook nog allemaal potloden. Gewoon schrijfpotloden, geen kleurpotloden. Jullie willen echt niet zien hoe het hier eruit ziet, maar ik ga het jullie toch laten zien. Hier zo naast me zitten allemaal schoolspullen. Grond. Oké, dan was dit de video. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. Hier beneden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!